de Nederlandse spoorwegen inspecteren al vele jaren de rails. Voor u als reiziger is dat natuurlijk vreselijk belangrijk dat er preventief onderhoud wordt gedaan. Men doet dat met behulp van een speciale trein, de ultrasoontrein, die u hier ziet binnenrijden op het station in Amersfoort. Keurig, volgens een dienstregeling, gaat hij de duizenden kilometer spoor na. Onder de trein zit een sensor. En die sensor die tast in feite ultrasoon, dus met geluidpulsjes, het spoor af. Iedere 2 mm wordt er een meting gedaan. En daarmee wordt bepaald of er nog een onderlaag onder de rails zit. Zelfs haarscheurtjes in de rails kunnen met deze taster worden gemeten. Die taster is ontwikkeld door de technisch-fysische dienst van TNO in Delft. Hij is helemaal nieuw. Men deed het al jaren, maar dit is een nieuw exemplaar dat digitaal werkt en daarom toekomstvast is. De metingen worden tijdens de reis in de trein verwerkt en u ziet hier de apparatuur die daarbij nodig is. De modernste methode om een optimale veiligheid voor de reizigers te garanderen. Technologie onder de trein.